Hallo mensen bij een nieuwe video. Jullie hebben dus 11 abonnees behaald. Super cool. Ik ben nu even Star Stable aan het spelen. En ja, ik ben super blij dat we 11 abonnees hebben. Dus ik heb jullie beloofd dat er een speciale video kwam. Ik heb dus een update. Ik heb spullen gekocht. Ik heb 2 pennyboekjes gekocht. Ik zal ze nu even gaan halen en jullie zien nu meteen terug. Zo, hier zijn de 2 pennyboekjes. Deze is net splinternieuw. Als we de 20 abonnees behalen, komt er weer een nieuwe video. Kijk, dit is de winterpenny. De herfstpenny. Hij is echt dik. Er zitten super veel posters in. Ik zal het een foto laten zien. Zo, hier heb je een pony en zo. Shetlanders. En hij is super leuk, want je kan er dingen in doen. Je kan er zelf in leren. Deze is natuurlijk een dunne penny. Hij is ook, ik vind hem ook wel best leuk hoor. Maar hij is gewoon dunner, maar toch niet zo leuk, omdat hij er ook posters in staan. Dan heb je hier ook zo fotostrips en zo. En dan heb je ook nog posters in staan, strips, zoals je hier hebt, een poster. En ja, zeker een aanrader om te kopen. Soms kosten ze wel heel veel geld, maar meestal niet echt eigenlijk. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje een update van vandaag. Maar ik ga proberen elke dag te vloggen. Woensdag komt er een vlog online van Spirit. Ik ga proberen een video te maken van Spirit. En subiet komt er ook nog een video online van Star. Zeg de bus. En subiet komt er ook nog een video online van Star. Ik zit dus helemaal in mijn pyjama. En ja, ik vind het echt super goed dat jullie de 11 abonnees hebben behaald. Maar in 1 of 2 dagen. Dus dat is keigoed. Geef ons zeker een duimpje naar omhoog. Ik ben echt super blij dat we de 11 abonnees hebben behaald. Vind ik echt keigoed. En subiet komt er dus nog een Star Stable video online. En misschien binnen een paar dagen krijg ik Starcoins. En dan gaan we natuurlijk een paard kopen. En gaan we misschien ook, ik ga proberen. Want ik noem op Star Stable Stella Lightning Book en level 16. Dus dat zal wel een redelijk hoog level. En dan ga ik dus een paard kopen. Ik ga nog niet zeggen hoeveel staartcoins je krijgt en welk paard ik krijg of ga kopen. Dus dat is nog een beetje een Dus als ik dubbele staartcoins, als ik dubbele staartcoins krijg, ook sowieso. Jullie hoort dat op de achtergrond staartcoin. Dus ja, dat is wel een beetje eerder. Maar ik ga dus voor jullie woensdag ook nog, als we dan 20 abonnees hebben of zo. Doe ik terug weer een speciale video over een giveaway. Maar dat moet ik nog. Jullie mogen in de reacties zetten hoe je een giveaway kan doen. En dan ga ik natuurlijk iets weggeven. Misschien wordt het een penny die ik ga weggeven. Maar niet van de deze. Misschien een nieuwere of een oude penny van mij. Die ga ik dan weggeven. Deze is wel een leuke penny. Deze is groter. Deze penny is de kleine penny en dit is de grote. Dus ja, wel leuk. En die poes is van een ballon, dus hier ook een beetje met de handen. En ja, jullie, als we heel veel likes halen, doe ik misschien ook nog wel eens een speciaal video of zo. En zet het zeker in die reacties als ik meer, veel meer kan opnemen en zo. Wat zei je? Dus jullie zien me subiet nog terug, want ik ga een Star Stable video opnemen voor jullie. Dus doeg!